Elinho, een zwarte avond denk ik voor jullie. Ja, zeker weten. Ik bedoel, je gaat vanuit, of niet vanuit, maar je gaat vol voor die drie punten. En je weet gewoon dat je moet. Want als je verliest, dan sta je gewoon op de laatste plaats. Dus dat is het zwartste scenario inderdaad. Dan sta je nu, wat doet het met jullie? Ja, ik denk dat het voor iedereen, iedereen weet wel dat het natuurlijk een kut situatie is. We willen hier niet staan. We gaan er ook alles aan doen om hier niet meer te staan. Dus het is gewoon een kut situatie. Zakt het vertrouwen op een gegeven moment niet gewoon in je schoenen? Dat kan ik me zo goed voorstellen. Ja, in de eerste helft denk je gewoon, oké, we hebben wel de bal. Maar je creëert één kans, denk ik, waar je zou kunnen scoren. Lukt het dan gewoon niet? Of? Blijkbaar lukt het niet, nee. Je probeert gewoon wel te blijven voetballen en je denkt van de tweede helft moet het dan komen. Nou ja, dan word je steeds slordiger en dan komen zij ook iets beter in de wedstrijd. En dan zakt de moed wel in de schoenen, ja. En dan scoren ze ook nog. Ik denk dat dit eerder een 0-0 wedstrijd was dan dat één iemand echt verdiende te winnen. Als iemand zo verdiend had te winnen, waren wij het. Maar goed, daar heb je helemaal niks aan. En dat is gewoon de fase waar je in zit, denk ik. Ik kan me ook heel goed voorstellen tot die, wat was het, 77ste minuut of zo. Jij staat achterin, jullie geven eigenlijk helemaal niet zoveel weg. Dat je bijna machteloos voelt dat het aan de andere kant niet lukt. Ja, maar ja, we zijn een team en wij helpen daar ook bij natuurlijk. Het is wel, je bent verdediger, dat is je eerste taak. En dan probeer je gewoon die nul te houden en dan probeer je te helpen in de aanval. Maar goed, je kan maar zoveel doen. Dus ja, het is wel jammer. Maar goed, we kunnen er niks aan doen. We gaan gewoon weer kijken wat we beter moeten doen om aanvallend gewoon weer wat daadkrachtiger te zijn. Want dat moet wel zeker. Hoe bevalt voor jou die 3-5-2, 5-3-2, in ieder geval drie centrale achterin? Bevalt het je juist meer of zit je liever met één iemand achterin? Nou, als je kijkt naar de selectie en de backs, ik denk dat Isaac beter in zijn spel komt als wingback. Heeft hij ook meer gespeeld. Voordat hij hier kwam was hij ook een wingback. Liam hetzelfde. Als je Damiho of Liam daar hebt, dat zijn ook alle twee die wel aanvallend kunnen zijn. En ik denk dat je ook nu weer niet veel weggeeft. Ook tegen Heerenveen geef je niet heel veel weg. Alleen je ziet wel dat aanvallend dan wat minder is. Dus daar moeten we gewoon een goede balans in gaan vinden wat er beter in moet. Voor jezelf? Ik denk dat ik tegen Heerenveen stond ik in eerste instantie rechts. Kwam ik iets minder tot mijn recht aan de bal, denk ik. Alsnog denk ik dat ik daar gewoon solide speel. Ik doe niets extra, maar ik probeer gewoon mijn taken uit te voeren op die positie. En dan vandaag in het midden denk ik dat het wel iets beter gaat. Kan ik iets meer mijn stempel drukken met de bal. Maar goed, dat moet ook wel beter. Want ik heb ook weer één of twee kansen ingeleid, wat toch wat jammer is. Hoe was het voor jou als speler dat de supporters tussen haakjes komen op het veld? Wat doet dat met jou? Ja, ik snap ze zeker. Ik bedoel, die leven ook heel erg mee met wat er gebeurt op het veld. Het is jammer dat ze het doen. Ik bedoel, het beïnvloedt ons. Maar het heeft natuurlijk misschien nu ook wel een beetje geholpen. Want we konden nog even naar binnen om te kijken wat we beter konden doen. Nadat we weer naar buiten gingen. Maar goed, ik snap... Maar niet volgende week weer toch voor tactische omzettingen? Nee, zeker niet, nee. Maar ik snap ze zeker, alleen ik denk niet dat de oplossing is. Ik bedoel, we proberen alles eraan te doen en ik hoop dat ze dat ook zien. Maar het lukt nog gewoon even niet en zondag moet het gewoon lukken. Dat lijkt me zo frustrerend. Je doet eigenlijk alles aan als groep en het lukt maar gewoon niet. Heb jij een idee van, misschien moeten we dit eens proberen of... Nou ja, als ik het wist, dan had ik het nu al gedaan natuurlijk. We blijven gewoon hard doorwerken. Dat is het enige wat we kunnen doen. En dan moeten we iets vinden dat we aanvallend weer wat daadkrachtiger kunnen zijn. En ik denk dat het dan beter gaat. Hoe gaan jullie nu naar Volendam werken? 2-3 dagjes. Vertrouwen moet weer getankt worden. Kan je dat zonder wedstrijd spelen? Dat moet wel. Ik bedoel, we kunnen in zak en as blijven zitten. Maar goed, zondag moeten we gewoon weer staan. En zijn weer hele belangrijke punten te winnen. Dus daar moeten we gewoon vol voor gaan. Hoe is het met je knie? Ja, die voel ik een beetje stijf. Maar kom wel goed. Geen probleem voor zondag? Ik denk het niet. Succes man. Hey, dankjewel. Fijne avond. Fijne avond. Ja, jij ook bedankt.